zegt, is die Quinn echt? Nee. Ja, daar ben ik weer. Leuk. Fucking leuk. Dat was Nova Simons en die zei, ik moet een Q&A gaan doen. Dus speciaal voor Nova ga ik een Q&A doen. Jongens, dit wordt super leuk natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Denzel Klaver zegt, wat is de gênantste wat je ooit hebt meegemaakt? Even denken. Ik heb een schoonmaker en die kwam dus, die was aan het schoonmaken en ik wist niet dat ze er was. Dus ik loop gewoon met mijn onderbroek, loop ik gewoon naar uit mijn kamer en ik zag die schoonmaker en ik dacht, oh mijn god, nou zit die schoonmaker, mij in mijn onderbroek en mijn blote bassie. Ik was zie in Adriaan, was zie in Adriaan. Romy Vleugels zegt, dood of als een zwerver zijn. Ik zou liever dan een zwerver zijn, want dan kan je nog überhaupt leven. En je kan als een zwerver, kan je ook nog een leuk leven leiden als je gewoon goed aan je geld komt. Dus als je goed bedelt of iets anders. Verzin wat hoe je geld kan krijgen. Ga staan als een standbeeld of zo en doe net alsof dat je een zwerver bent. En er komt geld, weet ik zeker. Dus gewoon zo staan als een... Nee. Brittany Verboon zegt, voor de politiebureau Legnes Leen, maar goeie als ze niet boos worden, gooi eieren. Nou, ik ga niet naar de politie en eieren gooien, want iemand heeft al een keer eieren op mijn raam gegooid. En ja, dat is gewoon niet leuk, dat is niet cool, weet je. Dus die mensen die dat gedaan hebben, fuck jou, als je eieren tegen mijn raam aangooit, fuck jou, weet je. Noah Aap Junior zegt, wat is er nuttig aan het leven? Wat er nuttig aan het leven is, ik vind het leven eigenlijk niet heel nuttig. Anneke Opstein, ik weet niet of ik je naam goed zeg, zegt, wat is het domste wat je ooit hebt gedaan? Wat is het domste wat ik... Ik heb een keer een jongetje, die was aan het haten op mij. En ik had zijn nummer online gegooid. En ja, dat is best wel dom, want hij werd de hele tijd gebeld natuurlijk. Dus dat is niet handig, ik doe het ook niet meer. Dus ja, sorry daarvoor, jongetje. Sorry. Mathis de Marese Balasakalala zegt, hoeveel petten heb je? Nou, goeie gozer van me. Ik heb 2 petten, 1 witte en 1 zwarte. En dat hoort altijd bij mijn kleding dan, want ik hou van matchen van kleren. Dus kijk, nu heb ik een zwarte pet aan, dus dan doe ik altijd een zwart ding alles aan, want dat is cool, weet je. Dus Erwin de Boe zegt, boe. Oh nee, dat zegt hij niet. Hoe lang doe je YouTube en waarom doe je het? Ik doe nu 3 jaar YouTube. Ik doe het omdat ik het leuk vind. En ja, het is gewoon leuk. Ik weet niet, het is entertainment. Het is iets wat je doet en het is leuk. Ik kan mensen... Laat ik überhaupt mensen lachen? Fuck it, weet je? Boeit niet. Doei. Doei. Sibel Dursen zegt, heb je een vriendin? Zo ja, hoe lang? Zo nee, ben je verliefd? Nou, Sieben Dursen, ik weet niet of ik je naam goed uitspreek. Geen vriendin en ik ben ook niet verliefd. Want ja, ja, het is de tijd voor mij, is nog niet rijp. En ja, weet je, dat is het wel een beetje, ja. Het verhaal kan ik niet leuker maken dan het is, hè jongens? Dat begrijp je natuurlijk ook al. Matthias Max zegt, is die Quinn echt? Nee. Quinn is helemaal nep, zijn kanaal is nep. Het is gewoon een robot die zeg maar rondvliegt. Quinn is zeg maar geprogrammeerd als een soort van machine. Dus dan weet je dat. Nee, grapje Quinn. Ja, Quinn is echt. Milene Bolhuis, sorry jongens. Milene Bolhuis zegt, in je zwembroek naar de Noordpool of met een sixpack naar Egypte? Met een sixpack naar Egypte natuurlijk. Ik ga toch niet als een gek in een Noordpool met een... Dat is wel een keer leuk om te doen, jongens. Oké, als ik de 50.000 abonnees heb, dan ga ik in mijn zwembroek naar de Noordpool, ja? Nikita Jongbloed zegt,
Durf je Nova te bellen en te zeggen je bent knap? Dan gaan we even Nova bellen natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Daar gaan we. Daar gaan we dan, meidje. Ja, ik weet niet of ze opneemt hoor. Je bent verbonden met de Hilbert. Oké, ik ga een keer een video maken dat ik Nova ga bellen. En dan bullshit ga zeggen, weet je. Dus Nova, je bent gewaarschuwd, weet je. Ik zou de zandzakken voor de deur doen, weet je. Jan van der Kraan zegt, in je onderbroek door de stad of twerken in je blote billen voor je hele school. Dan zou ik in mijn onderbroek door de stad lopen. Dat vind ik nog een beetje chill, weet je wel. En ja, no pain, weet je, no pain. En mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en volg me even op Facebook. Want dat is chill. Want dan kan jij de volgende keer jouw reactie in mijn video zien. Mensen, jullie zijn de stelbaas. Bijna de 800 abonnees. Laten we even de 900 knallen. We kunnen het. En ja, spa is lekker natuurlijk. Kijk, spa. Hey, doei sukkels. Nee, grapje. Love you. Doei.